In deze video gaan jullie zien hoe ik ervoor gezorgd heb dat een hacker verbannen werd in Fortnite. Maar voordat we gaan beginnen wil ik eerst even een hele dikke shout-out doen naar iedereen die Supporter Creator Code teveel gevraagd heeft ingevuld in de Fortnite item shop, hashtag ad. En als je nou besluit iets te kopen met onze Supporter Creator Code, stuur dan eventjes een bewijsje op naar onze Instagram, @teveelgevraagd. En wie weet, kom je in een van onze video's. Een tijdje geleden was ik aan het scrollen op mijn For You-page op TikTok. En op een gegeven moment kwam ik een hacker tegen. Een Fortnite-hacker die Nederlands was. Nou, op dat moment toen ik dat zag, ben ik meteen naar zijn Discord gegaan. Want die kon ik vinden in zijn bio. Die ben ik gejoind en daar zat hij live te praten met andere mensen. Want ik wilde hem toch eventjes confronteren. Daarnaast kwam ik er ook achter dat hij 13 jaar was. Dus dit is wel echt heel erg jong. En hij deed nog iets heel erg illegaals. Namelijk, hij verkocht de hacks ook echt die hij gebruikte. En geloof me, dat is heel erg illegaal. Nou, nog even een kleine disclaimer. Ik heb corona gehad. Ik had corona terwijl ik dat aan het opnemen was. Ongeveer 1,5 maand geleden. Dus als ik niet zoveel energie lijkt te hebben, dan komt dat dus omdat ik al wel aardig ziek was daar. What's up, hackers? Yo, what's up? Nice mic. You got a nice mic, by the way. Dankjewel, maat. Dankjewel. Hey, ik zag je TikTok stream, man. What's up? What's up? Je klinkt als iemand die je kent, maar ik weet even niet wie. Maar jij kent mijn stem? Waarvan dan? Ja, weet ik even niet. Ik herken het wel ergens van. Dat was toch die ene YouTuber of zo met 200.000 subs? I don't know, man. Maar ik zie je hacken. Why? Ja, want anders is het spel niet leuk. Is het spel niet leuk als je niet... Nee, er is geen zak aan zonder. Denk je niet aan de mensen, die andere mensen die daar spelen? Vind je dat niet dan zielig of zo? Je denkt niet van, oh ja, boeien. Nee, dat kan me echt geen zak boeien wat hun ervan vinden. Moeten ze het spel maar niet spelen. Ik moet je toch toegeven dat je best wel slecht bent. Ze hebben me gemute. Ja, en hier moet ik eventjes wat extra informatie geven, want ik werd dus de hele tijd gemute in die Discord-server die ik gejoind was door iemand, niet door de hacker, maar door iemand anders die daar blijkbaar admin was. En dat vond ik heel erg irritant, dus ik heb hem een bericht gestuurd om in privécall te gaan. En dat ging niet meer akkoord, dus we gingen samen in privécall verder praten. Yo, man. Hehe. Ja. Die kan ik niet gemute worden, dat scheelt. Technische problemen. Ja, er zit één zo'n kindje, zit met zijn mod lekker leuk te doen, waarschijnlijk. Maar niet uit, man. Maar ik heb toch even wat vragen, man, over je hacks, want... Moet ik even een screen zeggen? Hoe zit dat? Nou ja, kijk, je hebt hier dus zeg maar zo'n programmaatje en dan moet je dat inladen en dan heb je die driver ervan nodig en dan heb je hier zo dit en dan kun je hier één bot en zo. Zo, het laat er lekker in, maar is niet al te snel. Hier heb je hier één bot en dan kan je hier dit aanpassen hoe sterk je hem wil hebben. Dus ik heb hem nu op redelijk legit setting staan. Maar als ik hem op 1 zet, dan zit hij gewoon meteen op zijn hoofd. Kan je eens laten zien in even 1 dan? Ja, is goed. Allright, start mijn epic even op. Huh? Je hebt een hele andere skin hier als... Ja, dat komt door een skin swapper. Maar dat doe ik een beetje met opzet eigenlijk. Want zeg maar, al die grappenmakers gaan dan zeggen, ja, paarse skull. En dan komt zo'n grappenmaker van epic, komt dan... Jouw lobby die gaat dan zoeken naar een paarse skull die arena aan het doen is. Maar dan is het helemaal geen paarse skull. Dus nou, zullen we gelijk beginnen met de Playerfly? Kijk, dan zetten we dat even aan. Kijk, moet je even kijken. Oh. Oei, oké. Zetten we weer even uit, want... Zo. Ja, dat is daarna nog. Alright, wat kan er meer? Ja, het meeste moet je echt spectaten als ik iemand anders kill, maar... Eenmaal jumping, dus ik kan zeg maar inamen terwijl ik spring, wat normaal ook niet hoort te kunnen. Mm-hmm. Ik kan vastzitten in de lucht, maar dat ga ik niet doen, want dan word je meteen geband. Je kan je weapon animation weghalen, dus zeg maar als je een wapen pakt, dan komt hij normaal uit je schouder of zo. Dat heb je dan niet, je hebt hem gewoon gelijk in je hand. Mm-hmm. Insta revive, nou ja, visuals, hier dat kan ik aanzetten, skeleton, distance, maar die is nog gebugged en... Head, dat is ook nog gebugd, maar dan kun je het aanpassen en als je op mijn screenshot kijkt, zie je dat ik dat helemaal om jou heen zie dan zitten. Mm-hmm. Nou ja, aimbot zo, maar dan zeg maar buiten die cirkel lokt die niet op jou. Maar als ik hem binnen die cirkel heb wel, dus daarom heb ik die cirkel klein staan, want die kan ik ook heel groot maken en dan doe ik gewoon zo. Dus, maar dat is niet, ja, dat is niet legit zeg maar. Oké. Dan heb ik hem gewoon zo staan. Cool. Dus in even eentje doen? Ja hoor. Kijk wat maar zou ik maar niet vliegen, dat is niet helemaal eerlijk, denk ik. Nee, is niet helemaal eerlijk. Zo.
Oost, try hard. Oh ja, die aimbot jumping staat nog aan. Ah joh. Maar ik speel nu wel op legit settings, dus ik speel niet op rage settings, dat kan ook nog. Maar ja, dit is dan een external cheat, dus dan is het meer voor legit spelen gemaakt. Dan kan je ook nog een internal doen, zo. En daar kan je insta-win mee doen en zo. Player, ja, card teleport en zo, daar kan je veel meer shit nog mee gaan doen. Oei, ja, dus dan kan je, ja, dan kan je dus insta-win doen en dan kan je gewoon de hele lobby naar één plek toe teleporteren, gaan ze allemaal dood en heb je meteen gewonnen. Ja, daar kan ik echt niks tegen doen. Nee. Alright, cool. Ready? Ja. Oh! Huh? Zo. What happened? Oh, ik ben gekickt. Oh! Dat is niet best. Wat is er? Nee, we moeten even 24 uur wachten voordat we weer op dit account kunnen spelen. Wat is er gebeurd dan? Nee, 24 uur ban, maar dat is niet heel erg. Heb je 24 uur ban? Kan je dat eens laten zien? Op screen? Oh, ik heb mijn game al afgesloten, maar... Kan je hem eens opstarten? Ik ben wel benieuwd hoe dat eruit ziet. Oh, je stream is ook uit, je TikTok stream. Ja. Even kijken, ban voor exploiting. Oei. Ja. Wist je dat Epic Games rechtszaken aanspant tegen dit soort praktijken. Oh. Maar geloof me, je wil geen rechtszaken aan je broek hebben en hier gezeik mee hebben. Want kijk, voor jou is het leuk, dat snap ik. Dat is, ik snap dat er een soort thrill in zit. Maar je verpest de game voor iedereen die je killt. Snap je wat ik bedoel? En je bent natuurlijk mega rebels, want je bent 13. Je zal het misschien niet van me aannemen, maar ik zal ze jou als kappen, man. Nee, ja, maar zeg maar, de main reason is omdat mijn main account met best wel wat skins dan was zonder reden geband. Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik even die support contacten. Toen zeiden ze, we cannot give you information on this right now. 2 maanden later nog niks. Toen dacht ik, nou ja, laat dan maar zitten. Ja, maar ja, dan pak je hun niet mee. Je pakt de mensen waarmee je speelt, hè? Maar ik wil je behoeden voor een pad die je niet moet belopen. Alright. Snap je wat ik bedoel? Dus zorg er nou voor dat je niet met hacks gaat verkopen, dat je niet hacks gaat promoten, want je bent hacks gaan promoten op je TikTok. Dat is mega illegaal. Want Epic Games kan je daarvoor aanklagen, die winnen ze meteen. Dan moet je een schadeclaim van hier tot Tokio betalen. In dit geval zouden je ouders dat moeten doen en dat wil je niet. Nou, ik wilde het toch even tegen je zeggen, want ik zag je op mijn TikTok For You page voorbij komen. Oké, cool. Ik wens je nog een fijne dag en niet hacken. Dag, ja, is goed. Ciao. Jawel, het is dus gelukt. We hebben hem geband gekregen. Weliswaar voor 24 uur, maar het zou zomaar kunnen zijn dat het account dat hij gebruikt, dat hij voor altijd verbannen is van Fortnite. Dus dat is sowieso heel erg nice. Daarnaast ben ik achter nog iets gekomen, namelijk zijn TikTok-account. Die is of verwijderd, of is verbannen, of hij heeft hem doorverkocht. Dat laatste zegt hij zelf. Ik heb hem even een bericht gedaan. Hij zei dus dat hij zijn account had verkocht, zijn TikTok-account. Of het waar is, dat weet ik niet. Het zou ook zomaar kunnen zijn dat zijn TikTok-account verbannen is. Want je mag natuurlijk ook niet cheats promoten en verkopen op TikTok. En ik heb trouwens de TikTok ook gereport. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat ook dankzij dit zijn TikTok verbannen is. Maar ja, nogmaals, daar heb ik dus geen hard bewijs voor. Dames en heren, dit was het einde van deze video. Ik hoop dat jullie hem tof vonden. En als jullie willen dat ik dit vaker doe, dus met hackers in call ga of hackers ga proberen te verbannen of misschien wel hackers 1v1, drop dan even die like en abonneer op de wereldvraag met een belletje aan. Klik op de video zo meteen in het beeld. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. En peace out. Doei!